anders gebouwd, een ander type bouw. U ziet bovenop die mast een prachtige mastwortel staan. Dat is de versiering eigenlijk van de vorm. Een schokker van 10 meter 75, dat heb ik mij laten vertellen. Ook piekelbellen bijgehouden. Al die schepen die zien er echt zo fraai uit en zijn zo goed bijgehouden. Je moet zich voorstellen, daar is bloedig op gepoetst en op gewerkt om het allemaal keurig netjes vandaan te zeilen of te roeien. Deze heeft een hogere kop, dus die kan echt wat ruwer water aan. De paliter. En het is dus een rechte zeeschouwer die we nu gaan zien. Deze drie schepen die hier nu aankomen varen, dat zijn allemaal zeeschouwen. Zonder een kajuit erop werd het ook wel een spekbak genoemd. En werd het ook gebruikt voor de visserij. Nou, die kajuitschouwen die werden eigenlijk al vanaf de jaren 30 werden die in Friesland gebouwd. Evenals op de werf van Hartog in Buiksloot. En dat is zijn eigenlijk vanaf het begin werd dit al als plezierjacht gebouwd, omdat er zoveel ruimte in dit soort schepen zit. Je kunt je voorstellen, als dat een rechte kop zou hebben, dan zou je heel veel ruimte eigenlijk missen. En vandaar dat samen met die kajuit fijne, hele leefbare schepen zijn. Oude schilderijen waar dus die speeljachten op stonden, een boeier maakt daar eigenlijk deel van uit. Dan weliswaar in hout uitgevoerd, deze is in staal uitgevoerd. Dit is een boeier die bij Cupid vroeger geweest is. Dit is een staalfusiool, weer een heel ander schip. Het enige schip in Nederland wat eigenlijk zonder zijzwaarden is uitgevoerd. Het was een rond scheepje. Daar moest anchovies mee gevangen worden. Dus als je daar zwaarden op dat schip zou zetten, dan zouden die netten kapot getrokken worden. Grundel, dat is een scherp uitgevoerd schip. En het is eigenlijk verwant aan onze Overijsselse punters. Daar ontleent het eigenlijk zijn oorsprong aan. Dit is een wat hogere uitgevoerde grundel, vandaar dat dit. Die werden voor de visserij bestemd. En tussen Lemmer en Den Helder eigenlijk werden er tal van dit soort schepen gemaakt. Dit is de Petterwille. Grotere schuiten. Dat die vers aan wal werd gebracht. En die lemsteraken waren ervoor om die vis zo snel mogelijk aan de vaste wal te brengen. Er werd ook paling mee vervoerd met lemsteraken richting voren toe, zodat er geen grote kajuit in je blikveld zit. Nou, schitterende schepen, die zijn in de jaren 1990 en tot 2000 zijn er heel veel schepen bijgekomen, bijgebouwd, nieuw gebouwd. Het was echt een schip wat zeer geliefd is, ook door zijn zeilkwaliteiten. Het zijn snelle koelmasten overdekt en die hadden als regel ook een bun. Hoewel ze dus voor de haringvangst gebruikt werden. Voor de haringvangst werd er gebruik gemaakt van bijboten, maar die werden gesleept en die vissersschepen die voeren dan naar die lemsteraken of de lemsteraken en in het vooronder zijn gang kon gaan om de heerlijkste gerechten te bereiden. Ook overigens bij boeiers was dat niet ongebruikelijk dat daar een kok mee ging aan boord. Zeker de grotere boeiers daar voor de maaltijden zorgen. Nou, ook dit, de Possehol, ook een lemsteraak, allemaal. Ook daar zit enorm, zoals u ziet, toch wel heel veel verschil in. De ene boeg is wat groter gebouwd dan de andere. Dit is een heel bijzonder schip, heeft ook een hele bijzondere naam. De DX zelf. Nou, u weet al waar het vandaan kwam. DX zelf. De man.